Het ministerie van Defensie wacht het resultaat van het onderzoek af in de kwestie waarbij een militair zijn partner eind juli neerschoot te Albina in het district Marowijne. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zei woensdag voor de aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers dat het defensieapparaat het geval betreurt. Ik heb het eerder aangegeven in de media. Ik betreur heel ernstig, want dit is een leven die is gelaten, die is genomen door een militair. En ik betreur en ik condoleer de hele familie van die mevrouw die is overleden. En er is een onderzoek gaande door de militaire politie. De dader is verdachte in deze dader. Dus dat onderzoek gaat, dat onderzoek wordt dan afgerond en naar het Openbaar Ministerie gestuurd. En wij van Defensie kijken hoe we de familie, zowel van de mevrouw kunnen ondersteunen, en, maar ook van de dader kunnen opvangen, omdat het toch militair is en impact heeft. Mentale welzijn is van eminent belang voor het defensiepersoneel, zegt Mathura. Dit is de reden waarom zij bij haar aantreden eraan heeft gewerkt om mentale welzijn meer prioriteit te geven. Het is de bedoeling om dit beleid voort te zetten, besluit de bewindsvrouwen.